Fijne mensen en haters. Wel haters, jullie weten, ik doe het voor jullie, hè. Want zonder haat kan je niet functioneren, begrijp dat goed, hè. Maar ja, vandaag niet naar Hilversum, want van de gebonk zeg ik daar, want ik was even verslapen, had ik eigenlijk vanmorgen omdat iemand er heel vroeg een stuk of 9 keer belde. Wie weet nog steeds niet, dus ik had vaak weggeduwd. Uiteindelijk werd ik pas om 10:15 ik weg door mijn maat. Ik moest me wel op de trein nemen, maar ik moest nog boodschappen doen in een aantal winkels. Dus het ging ik niet redden. En dus dat ging ik niet redden. Dus, heb ik die maat van me maar een berichtje gestuurd. Ik zeg van ja, ik ga het, kut, ik ga het niet redden, helaas. Ik vind het jammer. Maar goed, ik dus boodschappen gaan doen bij de Aldi en bij de Coop en zo. En vervolgens zag ik weer studenten op de fiets. En dan hadden ze over een lange broek, hadden ze zo'n witte opa onderbroek aangetrokken en fietsen richting de stad. Ja, en dan weet je het weer van dat de geschiedenis zich blijft herhalen, dat er weer rituelen plaats gaan vinden vanavond, waar ze zich voor de rest van hun leven chanteerbaar mee maken. Dus helaas, het is wat het is. En en verder om terug te komen op waarom ik zo laat was, want ja, de laatste week moet ik zeggen, heeft ik gebongen samen, een nieuwe buurvrouw en gebongen en zo, maar ik wist niet dat het een buurvrouw was, maar het zei wel ja, een nieuwe buur en zo. Maar ik hoorde haar bonken en zeiden ze, 12 uur s'avonds, bonken, net of iemand op de boksbal was geslagen. Dus ik zeg gisteren tegen mijn maat, morgenavond weer, dus mijn maat die hoorde het dan niet, maar ja, die heeft ook zijn spam geslikt, dus ja, uit de wal liggen en komen we er niet. Ik zei, morgen weer, sta ik boven. Het is gewoon een uur of 7, 8 uur straks, bam, weer en zo. Dus ik schiet naar boven en ja, toen kwam er een leren stoel, gewoon met rollenkan en zo'n vrouw voor in het ruitje voor de deur. En ik zeg, maar ik zeg, beneden de buren. En ik zeg, mevrouw, ik zeg, luister, ik zeg, we hebben de laatste week enorm last van gebonkt hier beneden. Ik ben een van de benedenburen. Zeg ze tegen me, ja, is mijn telefoon. En ik denk dus, shit, fuck, ik schak gelijk. Ik zeg, nee, ik zeg, mevrouw, ik zeg, dat is niet van de telefoon. Ik zeg, dat is een gebonkt, een boksbal of zo. Ik zeg, weet je misschien of je naast een andere buren, nieuwe buren of zo. Ja, zeg ze, hiernaast. Want ik ken, maar dat is het trappenhuis en zo, dus dat ken ik niet. Ik heb het toch gebeld, gelukkig maakt er niemand op. Maar dus die vrouw, die is een mooie vrouw, verder niks mis mee in mijn leeftijd, maar waarschijnlijk doofstom, want ze had ook zo'n zakje omhaal en zo. Ik denk niet ergens aan vrouw. Dus doofstom, en nou hoor je het ook niet meer. Dus ik ga morgen wel even naar boven naar die vrouw en zeggen van mevrouw, ga gewoon uw gang, ik ga wel zo'n earplugs halen voor mijn ogen te duwen, s'avonds en zo, weet je, dat die vrouw gewoon naar gek gaan gaan. Want volgens mij is die telefoon op mijn systeem aangesloten, dat zij is een app of weet ik wat, Facebook en zo, dat ze dan bam, 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 even zo'n contact krijgt, dat ze weet van, hé, hey, oh, reactie. Dus, want kijk, is voor ons ook weer een voorbeeld, een doofstomme bovenbuurvrouw, je kunt alles zeggen, niemand hoort dat. Nee, is een geintje, maar ik ga het morgen wel even doen. Verder had ik, kijk eens wat ik heb gedaan. Ik heb voor het eerst in mijn leven heb ik zelf ramen gelapt. Hey. Ja, het ziet er niet uit. Ik moet van de week toch maar je neppen bekende laten komen wat te doen. Want het ziet er niet uit. Het is alleen maar erger geworden. Dat was de eerste keer in mijn leven. Ik denk, ik ga het eens doen. Maar wat ook nog best een werk was. Maar ik zie dat wel die dingen aan de stoel. Die laatste wassen. Ja, dat kan ik ook. Wat kun je dan verkeerd aan doen? Maar ja, met zo'n smerig als de ramen hier waren. Kun je er veel verkeerd aan doen. Ja, echt. Maar dus, dat was dus het gebeuren hier, maar dan wil ik even wat zeggen in verband met huidplug die zaak. En veel mensen zeggen van ja, dat is afleiding, demming en zo. Is geen afleiding. Die mensen wat er mee bezig zijn, die zijn er puur mee bezig, is oprecht alles. En er zijn nieuwe bewijzen, is zo. Nou, dode bouw dus. Maar, voor het Hoge Raad die zaak gaat openen, gaan ze natuurlijk nooit doen, moet er even een nieuw bewijs aangevoerd worden. En ik weet, als er geen ander woord is in mijn eigen zaken, noem maar op, gaan ze nooit doen, door een fouten ook, omdat het op zichzelf slaat ook nog, dat hun zelf de pedoseksuelen zijn, de kindermoordenaars en alles. Dus ze gaan hun zaak niet openen, waar ze zelf bij betrokken zijn. Die ene rechter
Larissa Albers of iets, met hem, wat die Tim Vosby betrokken is. Oh ja, en dat wil ze nog zeggen. Dat ik zei op Facebook van de week dat Huig Pleugert deed uit eigen belang. Dat is zo. En als ik wat zeg, weet ik dat 100% zeker. Puur alleen om de reden, omdat hij tegen mij zei in Den Haag, toen ze me binnen 30 meter voor de tweede keer met 10 man brekken maar aanhielden. Want na de eerste keer toen ze me aanhielden, zei meneer Schoenveld, ik zeg, ja, u mag niet meer komen. Ik zeg, want ik mag niet meer komen. Ik zeg, ik heb geen gebiedsverbod hoor, ik heb alleen een contactverbod met Peter Rutten. Ik zeg, zijn jullie niet goed geïnformeerd? Goed, ze liep met mijn hoop, ik loop 30, 20, 30 meter verder, ik kom Huig. Ik zeg, Huig, hij is een PBC vrucht heeft gewerkt. Ik zeg, Huig, ik heb nog wat informatie voor je van over PPC vrucht. Zegt hij letterlijk, Joost, zegt hij, ik sta hier voor mijn eigen zaak, maar meteen besefte zich ook wat hij had gezegd. En toen zei hij van, overal zal het zijn, die baas, en noem maar op en zo. En kijk, hij staat ook voor zijn eigen zaak. Dat hij die kindermoorden en alles erbij had, en die 4.500 kinderen, is puur en alleen strategisch. Voor een groter publiek te krijgen, voor zijn zaak, want het gaat om zijn cameraman. Dat is zijn zwager. En die had die van die schepen en zo, die had natuurlijk die voor miljarden benadeeld door de overheid en alles. Dat klopt allemaal. En op die manier is hij erbij betrokken geraakt. En nou heeft hij die kindermoorden en cetera en Lisa allemaal erbij gedaan voor een groter publiek te krijgen. En waarschijnlijk is hij ook oprecht. Dat geloof ik ook wel. Maar zo werken we daarom heeft hij ook al die bewijzen nog niet laten zien. Het is een strategie wat hij is uitgevoerd. En begrijpelijk ook. Dus wie zou het niet doen? Nou ja, ik heb het nooit uit eigen belang gedaan. Aan de andere kant, in mijn geval, is het nou ook een beetje uit eigen belang. Want ik ben opa geworden, ik heb een kleinkind. En mijn kleinkind zal never, nooit op 50% medezeggenschap van de overheid te krijgen. Nooit. Dus dat was mijn dag zo'n beetje vandaag. Wat wil ik daar nog stellen? Ja, niks eigenlijk. Dus een korte vlog. En morgen komen we naar de markt gaan vandaag om een band met die megafoon te laten maken. Maar die, dat is een feest vanavond. En dan ga ik dan morgen naartoe om te kijken of ik die megafoon kan laten maken. Want die moet ik van de week hebben. Dan denk ik dat ik deze week ook nog niet naar de markt ga gaan. Dat over 2 weken pas wordt. Dus, korte vlog. Mensen, doe geen domme dingen, want anders moet ik jullie insluiten, want ik ben niet gek, ik ben een gevangenisbewaarder. At your service.